Oh, deze zijn vet. Een subtiel hakje. Kadang. Ja, geen wonder dat ik het niet kon laten om deze gewoon in twee kleuren te nemen. Good girl gone bad. Al die pastelkleurtjes bij elkaar, ik word er helemaal vrolijk van. Het is net een verrassingspakket. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie iets heel erg tofs, namelijk een mega kledingshopblog. Ik heb bij verschillende webshopjes dingetjes mogen uitkiezen en dat ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. Dus ik heb hier een doos van Steve Madden en dan heb ik hier nog items van Come Get Fashion, Lovies en My Jewelry. Dus ik kan niet wachten om dit allemaal aan jullie te laten zien. Ik ga proberen om zoveel mogelijk linkjes in de beschrijving te zetten. Dus mocht je iets hiervan leuk vinden, dan kun je het daar terugvinden. Vergeet verder natuurlijk nu niet alvast je duimpje omhoog te doen. Straks een leuke reactie achter te laten. En natuurlijk eventjes abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Dan gaan we heel snel beginnen. Normaal gesproken laat ik ook altijd try-on beelden zien. Maar in de video die hierna komt, dus dat is de video van aanstaande woensdag, zal ik de items laten zien wanneer ik ze aan heb. Ik doe dan namelijk een video waarin ik 10 back-to-school outfits laat zien. En daarin ga ik de kleding dus ook meteen stylen. Dus ben je benieuwd naar aanbeelden van alles wat ik straks ga laten zien? Check dan ook de video van aanstaande woensdag. Nogmaals, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eventjes. Dan hoef je de video sowieso niet te missen. Dan gaan we beginnen met dit leuke roze pakketje. En die komt dus van Come Get Fashion. Oh, hier komt me meteen al een heel leuk printje tegemoet. Dat is namelijk deze jurk met een superleuk zomers printje. Er zitten ook raffeltjes bij de mouwtjes. Of eigenlijk kan je dit geen eens een mouwtje noemen. Maar er zitten dus wel raffeltjes aan. En aan de onderkant heeft hij dat dan ook weer. Dit is echt zo'n heerlijk zomers item. Dit zijn ook gewoon alle kleuren die ik deze zomer leuk vind. Dan denk ik dat dit mijn favoriete item was van Come Get Fashion. Dit is namelijk een soort van jacket. En blazer, maar tegelijkertijd kun je dit ook gewoon als een jurkje dragen. Het model had het ook als een jurk aan en ik voel me dan altijd meteen geïnspireerd om dat dus ook te gaan doen. Ook al is het in de realiteit misschien helemaal niet handig. Maar ja, ik vind dit echt heel erg gaaf. Wat ik zo tof vind zijn de knoopjes en het feit dat het een beetje een leger look uitstraling heeft. Weet je wel, het is echt zo'n beetje een military jacket. Het heeft echt van die pofmouwtjes, dat vind ik ook heel erg stoer. Dan heb ik ook super leuke slippertjes gehaald. Of eigenlijk zijn het meer een soort van hakjes. Maar dan wel zo heel subtiel, weet je wel? Een subtiel hakje. Oh, wat is dit toch heerlijk, hè? Ik vind het ook heel fijn dat ze zo'n vierkante voorkant hebben. Dat maakt het een beetje ouwe wijvig, maar tegelijkertijd ook wel sophisticated of zo. Oh, ik ga ze meteen eventjes aan. Ik ben echt heel benieuwd. Hoor je me? Klik, klik, klak. Ik hou van het geluid van sexy hakjes. Nou, dat zijn deze ook wel weer. Maar ze zijn gewoon niet te hoog. Dus echt heel erg comfortabel. Dit had ik echt nodig in mijn leven. Ik vind het namelijk best wel moeilijk om mooie slippers te vinden. Soms heb je wel leuke teenslippertjes of sandalen. Maar die dragen dan misschien niet per se wat bij aan je outfit. Weet je wel? En ik bedoel, ja, teenslippers überhaupt. Ik wil niet dat mensen naar me kijken en denken, oh, is op zoek naar een openbaar toilet. Oh, en dan dacht ik dat dat jacket van daarnet mijn favoriet was. Maar deze is ook wel prachtig hoor, hé. Oh ja, hier had ik al een tijdje een oogje op. En ik heb hem nu. Ik ben hier zo blij mee. Kijk, hij heeft van die ruffles aan de voorkant. Oh nee, dit zijn geen ruffles. Ik ben mijn ruffles de hele fucking dag. Nee, sorry, dit zijn geen ruffles. Dit zijn franjes. Hij heeft franjes aan de voorkant. En daarop zitten van die ja, soort van studs. Het is allemaal zilver en ik ben eigenlijk een goudmeisje. Maar het kan me echt niet boeien. Ik vind dit namelijk echt een geweldig jacket. Kijk, oh, feestelijk! Wat ik ook wel leuk vind is dat hij aan de onderkant dan een beetje zo een cut-off look heeft. Dus alsof hij geknipt is, weet je wel. Dat is natuurlijk niet echt gebeurd. Kijk, hier heb je ook nog van dat soort details op de mouwen. Ik wil hem gewoon nu voor jullie aandoen. Ja, we gaan niet wachten tot woensdag. Want dit is wel zoiets wat ik even snel hier overheen kan doen. Opeens zit er toch gewoon iemand anders op je beeldscherm. Dit is toch, dit is die stoere chick namelijk. Ja, ik weet niet of je haar kent. Ik ga echt van schattig naar hele stoere chick. Good girl gone bad. Je weet zelf. Oh, ik haat dat soort uitspraken. Maar goed. Oh, kijk. Dit ziet er ook echt heel leuk uit als je hem zo aan hebt. Zie je dat? Het kraagje ziet er ook echt heel vet uit. Er is echt goed op de details gelet in dit jacket. Dat vind ik echt heel gaaf. Wat een succesverhaal. Wat een succesverhaal. Ik had eigenlijk gezegd dat ik niks aan zou trekken. Dus ik weet niet waarom ik dit nu aan het doen ben. Maar dat voelde heel goed. Dan gaan we door met het volgende heerlijke roze pakketje. En die komt dus van My Jewelry. Oh, hier komen ook meteen weer heerlijke kleuren uit tevoorschijn.
Dit is eigenlijk een vrij simpel t-shirt. Waar op de voorkant staat Hello My Love. En op de achterkant Have a Nice Day. Dus zowel van voren als van achteren breng je een leuke boodschap met jezelf mee. Vind ik heel leuk. Mij ging het vooral echt om de kleuren. Ik vind dit echt een heel leuk kleurtje groen. Een beetje tiel turquoise. Oké, ik ga dit niet weer doen. We zijn allemaal niet kleurenblind, toch? We hoeven het niet per se te benoemen om uit te leggen dat dit een mooie kleur is. Maar goed, en dan met die felroze letters erop. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat het mouwtje opgevouwen is. Dat vind ik toch altijd net iets meer fashionable eruit zien. Alsof het zeg maar echt af is. Dan heb ik nog een hele mooie blouse. En dat is deze. We zien weer ruffles. We zien crochet. We zien een lekker pofmouwtje. Dit is echt heel erg schattig, vind ik. Volgens mij hadden ze deze ook wel weer in verschillende kleuren. Maar ik vind het bij dit soort topjes altijd wel leuk om gewoon voor een hele plain wit kleur te gaan. Omdat je dit echt met alles kan combineren. Dan heb ik hier weer een hele leuke felle kleur. Oh, ik word hier zo blij van, jongens. Dit is wat ik noem een zwierjurkje. Waarin je dus echt lekker kan rondzwieren. Ik vind de stof hiervan ook echt heel goed aanvoelen. Ik ben zelf bang dat ik hem een beetje te lang ga vinden misschien. Maar ja, waarom eigenlijk? Waarom moet ik nou weer per se sexy willen doen? Dan heb ik nog één laatste item van My Jewelry. En dat is een heel leuk tasje. Oh, dit vind ik zo cute. Och, mensen. Deze is zo schattig. Kijk, dit is toch te leuk. Ja, dit kan ik natuurlijk gewoon niet laten liggen of hangen. Kijk, je vindt hem waarschijnlijk nu al schattig qua kleurtjes. Weet je wel? Met een beetje zo'n peach kleurtje en dat groene. Gaan we het nog leuker maken. Want hij heeft een paars riempje. Dat is toch leuk? Oh, ik zal even het plastic eraf halen. Dan kunnen we het beter zien. Al die pastelkleurtjes bij elkaar. Ik word er helemaal vrolijk van. En als het goed is, kun je deze dus ook gebruiken als een buiktasje. Een heuptasje, zeg maar. Maar dan weet ik even niet meer precies hoe dat werkt. Daar is hij ook gewoon het perfecte formaat voor. Hij is namelijk niet te groot of zo als buiktas. En om nog even de binnenkant te laten zien. Kijk, daar past ook gewoon echt van alles in. Het heeft nog een extra groen vakje. En hier zit ook nog een extra vakje. Allemaal echt heel leuk afgewerkt qua kleuren, vind ik. Echt een toppertje. Dan gaan we door met het volgende pakket. En misschien wel leuk om dan eventjes te kijken naar de schoenen van Steve Madden. Oh, ik zie dat er ook een spiegeltje bij zit. Wat schattig. Oh, en een scrunchie. Wat cute. Dat vind ik best wel leuk eigenlijk. Zwart met van die lettertjes erop. Staat natuurlijk Steve Madden, maar ja, leuk. Meer waar ik verrast word, volgens mij zag ik hier ook iets. Oh, een lolly. Lekker. Wacht. Ik ben dus echt zo iemand die dan nu te midden van deze video gewoon een lolly wil gaan zitten eten. Dat gaan we niet doen. Ik wacht hiermee. Is er nog meer snoep? Oh, en zo'n ding voor op je telefoon. Nou, dat is niet helemaal mijn ding, maar goed. Ik vind het leuk dat ze aan me gedacht hebben. Gaan we naar de sneakertjes. Oh, deze zijn vet. Oh my god. Toen ik ze online zag, vond ik ze al heel erg leuk. Maar nu ik ze nu zie, denk ik echt... Als een soort van vuurwerk, weet je wel. Ja, dat is een beetje het gevoel dat ik erbij kreeg. Super kleurrijk. Stel je voor dat ik dus bijvoorbeeld deze jurk aan zou doen, dan kunnen deze sneakers daar gewoon echt heel erg prima bij. Maar ze kunnen ook heel goed met dit topje. En ze kunnen ook heel goed met dit jurkje. Ze kunnen echt overal bij. Dat verbaast me gewoon zo erg bij dit soort sneakers. Maar dat is natuurlijk wel zo. Want de ondertoon is gewoon wit. En dan al die kleuren erop. Ja, dan kun je ook gewoon bijna alles toevoegen. Dan ga ik natuurlijk in de volgende video's ook echt stylen. Maar ik denk dat het voor schoenen toch wel handig is om ze even aan te doen. Zodat ik jullie kan vertellen of het lekker zit. Oh, kijk. Fel oranje binnenkant ook. Het is net een verrassingspakket. Oké, nou, ik heb dus maat 39 en ik heb wel echt het gevoel dat deze een beetje aan de grote kant zijn. Kadang! Nou, ik vind dit echt een bijzonder schoentje, moet ik zeggen. Want de bovenkant voelt een beetje als een soort van plastic of zo. Ik weet niet, als je hem zou vertellen dat het snoep is, zou ik je ook geloven. Ja, het is echt een heel apart stofje. En dit is ook zo'n apart stofje, weet je wel. Het lijkt allemaal een beetje op handarbeidmateriaal. Maar dat is een compliment in dit geval, want het zijn gewoon echt super toffe schoenen. En ik moet alleen zeggen, ik heb dus maat 39 en ik heb hier het gevoel alsof er nog best wel wat ruimte over is.
Dus ze lijken een beetje aan de grote kant. Maar aan de andere kant heb ik ook weer niet het idee dat ik per se heel erg naar voren schuif of zo. Dus ze zitten wel gewoon goed. Maar goed, ik ga dit echt met blijdschap dragen. Ja, kom op zeg. Wie wordt er nou niet blij van deze schoentjes? Toch? Zie hem al aankomen lopen. Dan heb ik nog een paar schoenen. En die zijn niet voor mijzelf. Die ga ik namelijk cadeau doen. En degene aan wie ik deze cadeau ga doen, die is waarschijnlijk ook nu aan het kijken. Mama, deze schoentjes zijn voor jou. En dit zijn ook hele vette sneakers. Ja, deze zijn ook vet. Oh my god. Kijk, het zijn in principe dezelfde schoenen, alleen dan in een andere kleur. Ik vind deze kleur ook heel mooi. Ik vind ze echt nog veel vetter dan ik had verwacht, weet je dat? En het zijn dus in principe een beetje hetzelfde modelletje, alleen dan andere kleuren. Oh my god, mijn moeder gaat zo stoer doen hiermee. Mijn moeder die is jarig geweest en ik had nog geen cadeautje voor haar. Dus vandaar dat ik dacht, weet je wat, de Ares Mint Multifabric Synthetic Steve Madden sneakers. Ik denk dat ze daar blij van gaat worden. Ik word altijd nog blijer wanneer ik dingen aan mensen weggeef dan wanneer ze voor mijzelf zijn. Schattig hè? Oh, ik vind het echt leuk. Nu heb ik wel verklapt wat de cadeau is. Maar goed, ik doe er nog wel wat meer leuke dingetjes bij. Dan zijn we met de video natuurlijk verder nog niet klaar. Want ik heb hier ook nog een pakketje van Lovies. En oeh, die lijkt eigenlijk een beetje open te zijn gegaan. Ja, hier komen ook weer hele leuke prints je kant op. Allereerst hebben we dan dit blouseje. Vind ik echt een hele, hele mooie top. Met super mooie mouwtjes. En aan de voorkant kun je hem dan dus dichtbinden. Dat maakt het altijd meteen heel erg sexy, vind ik. Ik vind deze kleur ook echt heel erg mooi. Dit draag ik niet zo vaak. Maar het is wel iets wat ik best vaker zou kunnen doen, denk ik zo. Toch? Dan heb ik ook een super leuk rokje. En dat is dit beige rokje. Met aan de onderkant dus een beetje zo'n, nou ja, ik wil het weer een ruffle noemen. Maar volgens mij is dit dus niet echt een ruffeltje. Eigenlijk lijkt het meer alsof ze zo met de stof bezig zijn gegaan. Dat er wat extra, ja, er is eigenlijk gewoon wat extra stof tussen gezet. En dat maakt dit echt een heel zwierig, gezellig rokje. Die tegelijkertijd ook heel erg mooi om je benen valt. En ik vind dit soort dingen heel leuk om te stylen met een wat stoere t-shirt. Zodat je een beetje dat contrast krijgt tussen aan de ene kant schattig en aan de andere kant ja, stoer. Nou, datzelfde rokje heb ik dan ook in het lila paars. En dat is eigenlijk vooral omdat er in het lila paars ook een heel leuk topje bij was die daarbij hoort. Dus dat wordt dan meteen een co-or. En dat is dit topje. Oh, die vind ik ook echt heel erg leuk. Ja, geen wonder dat ik het niet kon laten om deze gewoon in twee kleuren te nemen. Dan heb ik hier nog een heel leuk rokje. Maar dit is niet alleen een rokje. Dit is eigenlijk wat je noemt een skort. Het is namelijk, zoals je nu kunt zien, een broekje. Maar er gaat dan dit lapje voor. En dan kun je hem aan de voorkant dichtbinden. En dan is het eigenlijk net als een soort van rokje. Maar nog steeds een korte broek. Dus dit is heel erg fijn als je bijvoorbeeld gaat picknicken of als je gaat bootje varen of wat dan ook. En je denkt dat je misschien af en toe niet heel erg charmant kunt zitten. Dan doe je deze aan, want dan weet je, ik ben gewoon gecoverd. En niet alleen ik, maar ook mijn poenani. Oh, het is net een tovertruc. Dan heb ik nog een superleuk topje. Dat is deze groene top. En die kun je aan de voorkant dus wat strakker trekken. Zo. En dan krijgt hij iets meer décolleté. Ook weer hele leuke pofmouwtjes. Vind ik echt een heel schattig kleurtje ook. Ik heb toch iets met groen of zo, hè, deze zomer ook. Nou, dan heb ik nog één topje. En dat is een topje dat al iets meer richting herfst gaat. Alhoewel ik denk dat hij in de zomer ook nog steeds leuk is. Deze heeft aan de voorkant van die touwtjes waarmee je hem kunt opknopen. Dan heb ik bij Lovies ook wat sieraden besteld. En dat zijn echt hele leuke zomerse sieraadjes. Zo heb ik deze kralenketting met zo'n schelpje eraan. Normaal gesproken ben ik niet zo van de gekleurde sieraadjes. Ik heb het liever gewoon goudkleurig of zilverkleurig. Maar ik vind dit wel echt heel erg leuk. Stel je voor dat je gewoon een heel simpel wit topje aan hebt of zo. Of een crochet topje. Verzoeken. Die heb ik hier ook. Kijk, bijvoorbeeld dit. En dan deze daarbij. Och, leuk, leuk, leuk. Dan heb ik ook zo'n kralen armbandje. Maar dan in het paars. En daaraan zit ook nog een palmboompje, zie ik. Oh, dit is toch cute. Past ook best wel bij deze outfit eigenlijk. Nou, en als je een ketting en een armband hebt, dan moet je natuurlijk ook een enkelbandje hebben.
Dus die heb ik ook gehaald. Dat is dan een roze. En daaraan zitten ook weer kraaltjes en zo'n schelpje. Maar dan een goudkleurig schelpje. Oh, dit is toch leuk? Met dit beentje zo omhoog voel ik me ook net alsof ik yoga ga doen op Bali. Ja, of Ibiza. In ieder geval krijg ik echt meteen die boho vibes erbij. Vind ik echt top. Weet je, als je het bestelt, dan is het natuurlijk al leuk. Maar als je het dan binnenkrijgt, dan kun je ook even lekker voelen. En dan blijken het gewoon allemaal leuke en lekkere mooie stofjes en kleurtjes te zijn. Dus ik word hier heel blij van. Ik ga dit nu dus meteen stylen en dan de video maken die aanstaande woensdag online komt. En dat is dus de video waarin ik jullie 10 back to school outfits ga laten zien. Allemaal met deze items. En dan gestyled met andere items vanuit mijn kledingkast. Ik hoop dat jullie er dus woensdag weer bij zijn. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie dit een leuke video vonden. If zo, doe dan alvast eventjes je duimpje omhoog. Laat daarnaast ook eventjes een leuke reactie achter waarin je mij laat weten welke van deze items jij absoluut geweldig vond. En vergeet natuurlijk niet om eventjes te abonneren, zodat je mijn volgende video's ook niet hoeft te missen. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg! Nogmaals gefeliciteerd, mamazita! Oh, nu moet ik ook op zoek naar een cadeautje voor mijn vader natuurlijk. Want mijn vader wordt binnenkort dus 70. Kunnen we allemaal even hier beneden een hele lieve reactie achterlaten voor mijn vader die binnenkort 70 wordt? Oh my god, gewoon 70 hè? Die man is bejaard.